Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van de Hot Coffee Show. Naast mij zit Amador, mijn naam is Salem. En vandaag gaan we weer... We gaan zo'n debat in. Ongelooflijk. Ik heb er zoveel zin in. Ik niet. Kun jij de stelling noemen? En doe dat dan... Voor de edit is dat dan zo van in drie hapjes zo, want dan is zo bam, bam, bam. Battlefield 5 bam. Is te laat met de bam. Tweede Wereldoorlog. Bam! Ja. Ja, vind je hem goed? Ja hoor, er komt nu gewoon in beeld wat het eigenlijk is. Oké, maakt niet uit. You stupid. Oké, leuk. Battlefield 5 is vet in de Tweede Wereldoorlog, is kut in de Tweede Wereldoorlog, of is te laat in de Tweede Wereldoorlog. We gaan het hebben over shooters in het verleden. Ja. Het is op een of andere manier, merkte je dat shooters op een gegeven moment gingen steeds moderner. Hè? Je had Battlefield 3 en 4, dat was soort... Modern Warfare. Ja, nou, dat was die semi-toekomst. Zoals Black Ops 2 dat had. Dat was een soort van 2030 of zo is dat. Ja. En het zijn natuurlijk, dat zijn van die soort van fictionele oorlogen die dan ongeveer zouden werken zoals wij denken dat een oorlog nu zou werken. Dat is natuurlijk Battlefield 4 met China, Battlefield 3 is met de Russen geloof ik. Mensen. Met andere mensen. Geen idee. En toen op een gegeven moment, Call of Duty ging natuurlijk heel erg de toekomst in. Infinite War, zo, maar dat was Eternal ook, War. Dat was voor mensen net een stapje te ver dat ze daadwerkelijk ook gewoon space in gingen. Ja, ze gingen space in, er kwamen robots en de mensen van Battlefield speelden daar gewoon echt briljant op in. Want het jaar dat Infinity War uitkwam, 2 jaar terug, toen kwam Battlefield dus met Infinity Battlefield. Warfare. Infinity War is Avengers, maar dat maakt niet uit. Oh sorry, Infinity Warfare. Toen kwam Battlefield natuurlijk met Battlefield 1 en die ging terug naar de Eerste Wereldoorlog. En nou, dat was natuurlijk mega uniek, want er zaten paarden in die game en oude wapens. En we hebben eindelijk geluisterd naar de mensen. Ja, want we gaan terug, heel erg terug in de tijd zelfs. En natuurlijk, paarden. Als je nu in je examen zit en je kijkt dit, ga leren. Maar dan weet je waarschijnlijk van je geschiedenislesjes dat de Eerste Wereldoorlog de eerste grote oorlog was op zo'n schaal. Het is de Eerste Wereldoorlog. Dus nou, voor Battlefield was dat soort... OG-oorlog om een game precies. over te maken. Daar komt deze stelling dus vandaan. Dat is een beetje weggeëpt. Want Battlefield 5 heeft geteased en semi-geconfirmed dat ze naar de Tweede Wereldoorlog gaan. Maar Black Ops 4, dat is gewoon weer... Dat is gewoon keihard. Terwijl Call of Duty dan vorig jaar dan naar World War 2 is gegaan. Ja. En het is een beetje, het is wel heel snel weer hard weggegaan. En... Bij Call of Duty dus blijkbaar wel, want Black Ops 4 is nu weer gewoon kleurtjes, springen, schieten, klauteren en lasers. Ja, en Battle Royale natuurlijk. En Battle Royale. Maar ja, goed, die krijgen Battlefield 5 misschien ook. Maar... Ja, dat is waar. Amador, wat vind jij daar nou van? Ja, kijk. Wat heb je liever? Sluit de kamer, sorry. Nee, ik weet het niet zo goed. Ik ben sowieso een beetje klaar met alle beide franchises. Dat is voor mij... Okay. Maar als ik dan moet kiezen tussen... een World War 2 setting of iets wat Black Ops doet, dan heb ik toch liever de kant van Black Ops. Okay. Omdat ik wel oprecht... Ik vond het leuk. Ik snapte dat mensen wel waarom ze de Wereldoorlog weer terug wilden hebben naar al die moderne shooters en vooral naar dat echt belachelijke Infinite Warfare. Mm-hmm. Want dat ging echt net een stapje te ver. Ja. Maar ik vind dat we daar al wel genoeg van hebben gezien. Die Tweede Wereldoorlog is zo ver uitgemolken met qua games en qua films en qua echt alles. Dat vind ik dus niet. Omdat wat jij nu zegt, ik vind dat een andere generatie. Want... niet per se qua personen, maar meer qua entertainment. Omdat je hebt inderdaad de eerste Call of Duty's en de eerste Battlefields gingen allemaal over de Tweede Wereldoorlog. En je hebt toen ook superveel films en series over de Tweede Wereldoorlog. Ja, precies. Maar ik vind gewoon dat... Je hebt Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. Je hebt Ghosts. Er zijn echt iets van 5-6 delen ook al in modern en dat soort van... semi-toekomst. Het is net niet sci-fi, al Infinite Warfare. Maar dat was voor velen ook een stap te ver, een brug te ver. Mooi. Maar het is geen Star Wars, laat ik zo zeggen. Star Wars is weer echt heel erg... Nee, dat is waar. Echt lightsabers en lasers en shit. Maar goed, Black Ops en Battlefield ook zaten een beetje soort van daartussen met van die technische vernuftigheden, zeker Black Ops. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel weer echt heel vet als wij gewoon teruggaan naar die oude... Ja, want het is een beetje de OG Battlefield wat terugkomt in de Frostbite engine. Dus alleen al die teaser zag het echt gewoon zo fucking mooi uit. Het was echt een screenshot van echt 3 seconden volgens mij. Ja, en toch, dat was een soort takedown in de multiplayer. En dat gezicht van die man die je soort van zo naar je doet, was echt super gedetailleerd. En ik vind dat persoonlijk echt vet. Ja, ik vind het ook wel vet, maar... Ik ben dan een van de weinige mensen waarschijnlijk die Battlefield 1 een beetje tegen vond vallen.
Ik kon er niet zo heel veel mee. Ik vond Battlefield, vooral 3, maar 4 ook, vond ik echt fantastisch. Ik vond het echt gewoon lekker met die tanks rondrijden en helikopters. Ik kon er geen fuck van, maar ik vond het wel heel vet. Ja. En Battlefield 1, kijk, als ik dan naar een shooter wil die teruggaat naar een bepaalde tijd, ben ik ook iemand die graag van realisme houdt. Ja. En bij mij gaat het er niet in dat je in 1912 dikke scopes had, full automatic weapons en weet ik veel wat er allemaal rondliep. En dat doet voor mij een beetje afbreuk aan de ervaring. Je hebt er wel, als je dan een Tweede Wereldoorlog shooter gaat doen, dan moet je eigenlijk niet een nieuwere Call of Duty gaan spelen of waarschijnlijk deze Battlefield 5, want je gaat niet zo'n ervaring krijgen wat ik hoop te krijgen. Ik wil een soort van geschiedenisles. Ik hoef geen... Meer van de Assassin's Creed als je dan uit het verleden gaat. Precies. Ja, precies. Ik ben ook degene die bij Assassin's Creed gewoon heel chagrijnig kan worden als ik weer terug naar het heden moet. Ja, precies, in het verhaal. Ja, het is natuurlijk de vraag die eigenlijk gewoon in het midden ligt, is natuurlijk het... Dat merkte je wel een beetje bij Battlefield 1. Kijk, als je kijkt naar realisme, tijdens de Eerste Wereldoorlog liepen gewoon 90% van de soldaten met zeg maar een bolt action rifle of in ieder geval een semi-automatisch wapen. En een aantal hadden een volledig automatische. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje het nadeel als je naar zo'n tijd gaat. Het is wel echt een geschiedenis. En ja, in hoeverre neem je dat letterlijk? En in hoeverre ga je dat realisme? En dat valt elke persoon anders over. Er zijn gewoon mensen die willen gewoon een nieuwe multiplayer ervaring, die willen gewoon spektakel en... weet ik veel, killstreaks, dat heb je dan met Call of Duty en zo. Ja. Maar als ik dan zo'n soort shooter speel, dan wil ik of daadwerkelijk een geschiedenisles krijgen. Dat vind ik oprecht heel erg interessant. Ja. Dus dan is het of de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog, Vietnam, weet ik veel wat. Maar als ze het dan multiplayer gaan maken en een spektakel van maken, ja, dan raak je me kwijt. Dan ben ik niet echt meer geïnteresseerd in. Dan kijk jij gewoon puur naar gameplay. En het is gameplay technisch natuurlijk toffer in de moderne tijd. Want je hebt gewoon 20 keer zoveel wapens. Ja, precies. Je hebt veel meer mogelijkheden. Battlefield 4, daar ga je gewoon helemaal los in allerlei soorten vehicles die je kan verzinnen. Ja. En op Battlefield 1 had je een paard. Een paard en een paar tankjes. Het is natuurlijk een gelimiteerde. Ja, dat snap ik. Ja, ik denk dat het kortom... Volgens mij hebben we elkaar gevonden. Ja, toch wel. Ja, maar jij bent wel iemand die... Jij kan echt hyped worden van Battlefield 5? Buiten het feit dat die gozer er zo mooi uitzag? Nou ja, dat heeft meer mee te maken dat Battlefield nu al een paar jaar op rij wel een beetje hetzelfde trucje doet. Gewoon de DICE of de Frostbite engine ziet er gewoon fucking goed uit. Ja, sowieso. Maar op een gegeven moment kijk je daar natuurlijk een klein beetje doorheen. Maar... Ja... Ik snap heel goed wat jij bedoelt, maar dat snap ik bij de Eerste Wereldoorlog. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog daar zich wat meer voor leent. En daarom zijn er natuurlijk heel veel games over gemaakt vroeger al. Omdat je bij de Tweede Wereldoorlog wel al een stuk meer wapens hebt. En een stuk meer verschillende geschiedenissen die je kan vertellen. Ja, dat is waar. Meerdere verhalen. Iets meer nog wel dan de eerste. Ja. Dat gezegd hebbende vind ik het wel echt fucking tof dat Battlefield dat toen geprobeerd heeft. En daar nu gewoon op doorgaat. Ja, nou alleen weet ik niet zeker of er heel veel mensen op zitten wachten. Omdat Call of Duty denkt van, nou we gaan het gewoon weer omgooien. We gaan gewoon weer naar de moderne tijd. Kijk, ik had veel liever een Bad Company 3 gehad. Ik denk 90% van de gamers met je. Ik had dat veel liever gezien. Dat was verhaal technisch ook gewoon beter. Kijk, ik ben gewoon heel erg van de verhalen. Ik hou er heel erg van. Multiplayer speel ik af en toe, vind ik leuk. En ik weet dat Battlefield die gaat waarschijnlijk nooit meer een goede singleplayer krijgen. Omdat Battlefield online wordt zo goed gespeeld. En dat vinden heel veel mensen leuk. En EA. En ja, EA. Ja. Sorry, EA. Maar die zijn gewoon echt de lul. Die zijn gewoon echt heikels. Maar kijk, ik weet dat het waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren in Bad Company 3. Maar dat had ik liever gezien. Ja. Dus bottom line. Period pieces, terug het verleden ingaan. Is in zekere zin, heeft het vette aesthetics. Maar je mist gewoon heel erg... Op de wapens en het spektakel. Jij wil gewoon het geschiedenislesje hebben eigenlijk. Wat je niet echt krijgt natuurlijk in zo'n multiplayer game. Nee. Dat zijn veldslagen die nooit zijn gebeurd. Je hebt wapens die toen nog helemaal niet bestonden. Of in ieder geval in een soort prototype waren. De geschiedenis wordt gewoon enorm vrij genomen, zeg maar. Ja, precies. Dat vind ik jammer. En ik ben ook heel benieuwd hoe de verkopen gaan liggen van allebei. Ik denk dat ze allebei in oktober uitkomen. Hoe heet dat? Call of Duty heeft zich al een maand... naar voren geplaatst, omdat ze waarschijnlijk bang zijn voor Red Dead, denk ik. Dat gok ik ook. Battlefield komt volgens mij altijd wel een beetje rond oktober uit. Dus die zullen tegelijkertijd een beetje uitkomen. Eind van het jaar. Ik ben benieuwd of mensen meer zin hebben in moderne tijd. Of dat ze toch nog graag een keer een World War II ervaring willen hebben. Zeker. Ja, laat het vooral ook weten in de reacties. Wat zien jullie liever? Een Tweede Wereldoorlog, misschien zelfs wel weer terug in de Eerste Wereldoorlog? Of hebben jullie zoiets van, nee...
zoals Black Ops het doet, of misschien zelfs zoals de eerste Modern Warfare ze doen, met echt zeg maar oorlogen in Irak en zo. Laat het ons weten. Wat vinden jullie vet? Ik wil je bedanken, Amador. Ik wil jou bedanken, Salim, voor dit fijne en goede... heel vredige debat. Ja, ik heb al Fortnite gezegd trouwens. Fortnite. Oh, kennen jullie Fortnite al? Goede game ook. Dat Battlefield me meer op Fortnite lijkt. Ja, precies. Gewoon een soort fictionele, kleurrijke LSD-wereld. Nou, binnen twee minuten iedereen dood, hoor. Ja. Superleuk. Super tof. Ja. Tot volgende week.